stelt en de noodzaak... Mevrouw Paulusma. Ik zal proberen kort te zijn, voorzitter, want ik zie de tijd wegtikken. Ik heb de minister enorm gecomplimenteerd voor de hernieuwde inzichten deze zomer. Maar dat heeft denk ik niet iedereen meegekregen. Dat deze minister eigenlijk ook een beetje op een D66-minister is gaan lijken. En ik vroeg tijdens mijn inbreng ook naar de plannen. Wat zijn nou de plannen van die minister? En ik noem als voorbeeld dat onderwijs. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, nu de minister zo'n gedaantewisseling heeft doorgaan. En Nederland u opnieuw moet leren kennen, ook op dit onderwerp bijvoorbeeld. Wat dan uw eigen plannen zijn? Ja, ik denk dat, dat de persoon die daar zat of die hier staat absoluut dezelfde is. Maar gelukkig maar dat ik me ook af en toe laat overhalen of overtuigen door ambtenaren. Ik bedoel, ik zou ook geen knip voor de neus waard zijn als ik binnen zou lopen op een ministerie en een onveranderd persoon zou blijven. Ik denk dat dat ook niet gebruikelijk is of niet normaal is. Ik ga dat allemaal uitwerken. Artificial intelligence, daarmee omgaan, de randvoorwaarden, de wetgeving die ik versneld naar de Kamer zal brengen in de hoop dat in de ziekenhuizen volgend jaar ze al AI in de praktijk kunnen brengen. Daarvoor zullen wij hier ook nog wat noten moeten kraken. En dat ga ik allemaal doen, dat heb ik ook al opgeschreven. Integreerprogramma wat volgende week naar de Kamer komt. Dus ik hoor u en we zullen er veel over debatteren en we gaan veel doen op dit terrein. Want we weten allemaal dat als we het niet doen, dat personeelstekorten onbeheersbaar zullen worden. En dat zullen we alles aan moeten doen om dat af te wenden. AI. Ja, beter opleiden. Nou, dan zijn we er wel doorheen. Nee. Even kijken. Hoe wil de minister voorkomen dat de informatiestromen buiten de informatieknooppunt omgaan en daardoor buiten spel staan in het fraudeonderzoek? Het voorliggende wetsvoorstel gaat over het fraudeonderzoek. En dit fraudeonderzoek kan niet goed uitgevoerd worden zonder onderliggende gegevensuitwisseling tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Het fraudeonderzoek start pas na ontvangst van een verrijkt signaal. Zoals ik ook al aangaf in mijn antwoord op de vraag van NSC, zou ik het delen van deze gegevens via het IKZ in strijd zijn met de huidige verantwoordelijkheden waarin zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten de wettelijke taak hebben om een fraudeonderzoek uit te voeren. Het IKZ is geen toezichthouder of een opsporingsdienst en ze heeft geen rol in het fraudeonderzoek waarop dit wetsvoorstel toeziet. Hoe voorkomt de minister dat bepaalde instellingen als fraudeurs te boek komen te staan terwijl ze nog niet in het waarschuwingsregister zijn opgenomen? De uitvoeringsregeling bevat veel waarborgen opdat er enkel fraudeurs in het waarschuwingsregister worden opgenomen. Hiervoor is uitvoerig met uw Kamer gesproken. De wet hebben we hier nog gezamenlijk behandeld. De uitvoeringsregeling is op dit moment voorgehangen. Dat is het resultaat van die besprekingen. Wie weet komen we daar nog over te spreken. Om een subsidieaanvraag te kunnen beoordelen zijn volgens de regering in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan seksuele gerichtheid. Bij de subsidieregeling PrEP kan de minister ingaan op de proportionaliteit van deze waarborging. Waarom dit niet kan met toestemming? Volgens mij heb ik dat bij de introductie ook uitgelegd, dat je die toestemming in vrijheid moet geven. En als de voorwaarde is dat je een subsidie krijgt, geef je de toestemming eigenlijk niet in vrijheid. Dat is de belangrijkste reden. Bij een subsidieregeling van vrijwel... Van VWS is vrijwel altijd af te leiden dat de betrokkenen zorg ontvangt. Bijvoorbeeld omdat het voor de verlening nodig is dat wordt aangegeven uit welk domein de betrokkenen zorg ontvangt. Of dat de uitvraag zelf überhaupt al blijkt dat iemand zorg ontvangt. Enkel dit gegeven is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven. De AVG is daar strikt in. Het gaat dus meestal niet om dat allerlei gezondheidsgegevens moeten worden opgevraagd, maar de gegevens zijn indirect af te leiden uit de aanvraag zelf. En ook voor het beoordelen van een rechtmatige besteding van subsidiegeld zijn uiteraard gegevens nodig om dat te kunnen beoordelen. En kan de minister toezeggen bij subsidieverstrekking dat er nooit kenmerkende persoonsgegevens worden gekoppeld aan die bijzondere persoonsgegevens? En zoals in de vorige vraag van mevrouw Paulusma aangegeven, gaat het veelal om persoonsgegevens die af te leiden zijn uit de aanvraag. Als iemand bijvoorbeeld een subsidie aanvraagt voor PrEP-middelen, HIV-remmers, dan zou dat iets kunnen zeggen over diens seksuele gerichtheid. Of als iemand een subsidie vraagt om activiteiten te ontwikkelen specifiek bedoeld voor Sinti en Roma, kan dat iets zeggen over diens etniciteit. Het hangt echter van het type subsidieverlening af of hier kenmerkende gegevens aan worden gekoppeld. En veelal is het niet het geval en is voor de subsidieverlening niet noodzakelijk. Echter, als een subsidieaanvraag op persoonsniveau is, kan het evident zijn dat de gegevens worden gekoppeld. Een voorbeeld is de subsidie rondom de Q-koorts patiënten.
Dan de heer Klaassen. Mevrouw Paulusma heeft nog een vraag. Mevrouw Paulusma. Ja, sorry voorzitter. Dat IKZ, dat staat voor, informatieknooppunt zorgfraude. Knooppunt zou eigenlijk betekenen dat je het knooppunt...